Heel mooi gemaakt inderdaad, ja. Rock DJ. Deze nacht aan jou de vraag, welke ziekte heb jij overwonnen? En er komt gelijk een puntje van kritiek binnen. Dat mag. Men geneest, je overwint geen ziektes. Daarmee zeg je eigenlijk tegen de mensen die niet genezen dat ze niet hard genoeg gevochten hebben. Nou, dat vind ik ook wel een goeie. Dus laten we het eventjes ombuigen. Van welke ziekte ben jij genezen? Hier een sms'je binnenkomt. Ik heb 2 jaar terug bijna een hersentumor gehad. En door 2 operaties en een hoop medicijnen ben ik er gelukkig weer bovenop gekomen. Groeten Antoine. Niet zozeer overwonnen, maar overheen gegroeid. En dat heb ik, dan heb ik het over epilepsie. Van mijn 10e tot mijn 19e gehad. Groetjes Daniel. Roy schrijft, ik heb astma overwonnen. En Dommel stuurt nog in, ik in vergelijking met kanker stelt het voor mij niks voor, maar ik ben 45 kilo afgevallen. Nou ja, goed, dat vind ik een overwinning op zich. Want daar zal je je leven nog wel mee kunnen verlengen, toch? Met zo'n aantal kilo's afvallen. Goed, ja. Goed werk, Dommel. Aan de telefoon, iemand die ook genezen is, Misha. Richard is het. Sorry? Richard. Oh, Richard, sorry, dan heb ik het niet goed verstaan. Richard, jouw verhaal, vertel, want dat is ook heel bijzonder. Ik heb 9 jaar geleden kon ik ineens niet meer lopen. En een paar dagen tijd kon ik niet meer staan. Ik kon niet meer lopen. Kon geen 50 meter meer lopen. Kon mijn kinderen niet meer dragen. Kon eigenlijk helemaal niks meer. Ben ik het ziekenhuis ingegaan. En toen hadden ze een aantal ziektebeelden voorgelegd. En dat bleek het allemaal niet zijn. 10 dagen later was ik het ziekenhuis weer uit. En dat ging om de 3 maanden zo. Dat ik weer dan wel kon lopen, dan niet kon lopen. Tot op een gegeven moment vorig jaar. Kon ik dus eigenlijk helemaal niks meer, kon ik geen stoeprand meer op. Als ik de fiets opstapte, dan viel ik aan de andere kant uit. Ik had totale spieruitval en kon ik geen lepels meer vastpakken. En op een gegeven moment hadden ze mij een ziektebeeld gegeven, dat heette mitochondriale myopathie. Dat is een spierziekte, ernstige spierziekte, waardoor alle spieren zeg maar, afbreken, waardoor je uiteindelijk niks meer kan. En dan zou ik nog 1 jaartje of 3 te leven hebben. En dan had ik me eigenlijk bij neergelegd. En tot ik zelf ging googelen en dan zei ik, ja, het ziektebeeld klopt wel, maar in je onderbuikgevoel klopt het niet helemaal. Want je kent je eigen lichaam het beste. Toen ben ik uitgekomen op myasthenia gravis. En er zijn een aantal gradaties van. Je hebt al 4 of 5 graden van en ik heb de 4e graad myasthenia gravis. En dan heb ik daar met de testen na vele malen aandringen bij de dokters. Dat hebben ze gedaan en die ziekte is geconstateerd. En toen zat ik op een gegeven moment, ik zat in een rolstoel, ik kon dus eigenlijk niet veel meer. Ik kon geen trappen meer op, het huis was aangepast, traplift, noem maar op, scootmobiel. Je leven is voorbij. Mijn werk kon ik niet meer doen, ik was zanger van beroep. En dus dat ging ook niet meer. En toen heb ik medicijnen gekregen, er was maar 1 medicijn, Mestinon. Die heb ik gekregen en 2 dagen later toen ik die medicijnen had. En binnen 1/2 uur zat ik op de fiets. En ik kon wel fietsen. Dat is goed gegaan tot 1 week of 6 geleden. En blijken die medicijnen niet meer te werken, want de ziekte is progressief. De ziekte is ongeneeslijk, maar je kan er wel oud mee worden. Mm-hmm. Vraag wel hoe, maar het kan wel. Ik loop inmiddels weer. En nu heb ik sinds 2 dagen geleden heb ik 1 week het ziekenhuis gelegen. Met een zware kuur prednison die ik mag gaan volgen. En misschien de rest van mijn leven mag ik ze in blijven nemen. En dan eens wat ze dan nog kunnen doen is prednison of je bloed gaan spoelen 1 keer per jaar. En wat is nu de prognose? Nou ja, ik heb verlenging gekregen. Het is natuurlijk een hele rare gewaarwording. Als je in één keer van 1 jaar of 3 nog te leven hebt, of tot 1 jaar. En dan in één keer krijg je een verlenging voor de rest van je leven. Maar je moet er wel mee leren leven. Kijk, het is wel een ziektebeeld, maar als je vaak niet kan lopen en je bent rolstoelgebonden vaak, ja, dan is het toch een probleempje. Maar Richard, hoe is dat? Want je zei op een gegeven moment toen die eerste diagnose gesteld was, je zei, ik legde me daarbij neer. Hoe is dat? Je legt je eigenlijk. Je krijgt eigenlijk dan te horen van hey. Alles leuk en aardig, maar het gaat nog maar max 1 jaar of max 3 jaar duren. Het is op een gegeven moment over. Hoe is dat erbij neerleggen? Wat? Ja, hoe is dat erbij neerleggen? Als je 1/2 jaar niks meer kan, ik word maar slechter. En ik, mijn vrouw, of ja, mijn toenmalige vrouw, die is nu ex-vrouw, die was zwanger. En ik had dat idee van, ik zie de geboorte van mijn kind, maak ik niet meer mee. Omdat het zo slecht met je gaat, dat je bijna geen lucht meer krijgt, je kan eigenlijk niks meer. Dan houdt het op een gegeven moment ook op. En als je dat dan krijgt te horen, dan is het alleen maar een bevestiging. En tot je in één keer op een ander ziektebeeld komt, en dan is het een hele rare gewaarwording, moet je weer wennen dat je weer wel te leven hebt. En dat is wel een klap hoor. Dat is wel voor werken. Hoe oud ben je, Richard? Ik ben 41. En ze hebben in eerste instantie gezegd, je hebt nog 3 jaar. En, Je hebt nu verlenging gekregen. Er dan ook gezegd hoe lang? Is er iets over te zeggen? Ja, nou ja, dat weet je van tevoren niet. Dat is moeilijk in te schatten. Kijk, toen ik die medicijnen slikte, Mestinon kreeg, toen dacht ik Viagra had. Ik dacht, nou, ik stond helemaal strak, ik kon alles. En na 1/2 jaar blijkt het weer minder te gaan. En dan denk ik, ja, het werkt toch niet helemaal. Dus de ziekte is een heel rare ziekte. Dat is een zeldzame spierziekte.
En daar, nou ja, daar moet je gewoon mee doen. Dat is heel moeilijk te zeggen. Naarmate je ouder wordt, gaat natuurlijk je lichaam ook achteruit. Dus dan gaat die ziekte ook meer zijn grip krijgen. Dat is een auto-immuunziekte. Ja. En Richard, hoe zie je je toekomst nu? Gewoon door en werken. Gewoon normaal je dingen doen. Gewoon doen wat je kan. Iedere dag denken, wat dingen doen die je wel kan, die doe je. En die dingen die je niet kunt, die doe je dan niet. Maar zing je ook weer, Richard? Ja, ik sta dit weekend weer op podium sinds lange tijd. Kijk, wat goed. Waar gaan we je zien? In Huizen Festival en Go Dutch. Te gek. En je zingt solo of in een band? Solo. Ik heb altijd Lookalike George Michael gedaan. Wat vet. Oké. Okay. Ja. Doe je dan ook dingen in toiletpotten als je lookalike bent of niet? Wat zeg je? Doe je dan ook dingen met toiletpotten of is dat... Ik kom regelmatig uit de kast, joh. Dat is een heel ander verhaal. Hey, Richard, het is goed om te horen dat je weer kan lachen. En ik hoop ook, je bent niet helemaal genezen natuurlijk. Je draagt nog steeds een ziekte bij je. Maar eigenlijk dankzij jezelf ben je toch nog... Ja, heb je verlenging gekregen. Ja, zo kun je het wel zien, ja. Ja, heb je je leven weer een beetje teruggekregen. Hey, heel veel sterkte de komende tijd nog met de ziekte. Dus de andere ziekte die je dus toch geconstateerd hebt gekregen. En maak er wat moois van. Gaan we zeker doen. En dankjewel voor je verhaal. Hey, ik wens je een fijne nacht. Jij ook. Jij ook, succes dit weekend. Ja, succes. Hey, groetjes, hè. Maak er een feestje van, hoi. Hoi.